Lieve mensen, ik vond het wel weer eens een keertje tijd worden voor een nieuwe Q&A. Dus leuk dat je kijkt naar deze video. Het is al best wel weer even geleden dat ik een vraag en antwoord Q&A, veelgestelde vragen, ask me anything video heb opgenomen. En omdat er in de laatste maanden en weken best wel veel abonnees en volgers en likes en zo bij zijn gekomen, leek het me wel weer een keertje leuk om dat te gaan doen. Dus ik stelde via Instagram en via YouTube jullie de vraag of jullie nog vragen hadden voor mij. Dat mocht dan overal overgaan. Ik heb heel veel leuke vragen binnengekregen. Dus ik ga er een aantal tussen uithalen om die te beantwoorden in deze video. Ik beantwoord ze niet allemaal. Ik zag al stiekem even tussendoor dat er ook heel veel vragen over cheesecake, het boek. En over het Pop-up Cheesecake Café gaan. Daar heb ik de laatste tijd al best wel veel over verteld. Uh, op social media, op YouTube en ook op mijn blog. Dat ik dacht, dat ga ik maar even niet meenemen in deze video. Want dan wordt het wel heel erg een overkill. Dus ik ga gewoon uh, op Instagram beginnen. En ik begin onderaan. Christine Ippel, Ippel vraagt... Zijn er gerechte voedingsmiddelen die je echt niet lekker of zelfs vies vindt? Weinig. Het enige wat ik echt heel smerig vind... En wat je me nooit zal zien eten, is koriander. Verder lust ik in feite... Alles. Ik heb een hele tijd olijven echt heel smerig gevonden. Nu zit ik nog niet in zo'n fase dat ik denk: oh, ik neem even lekker een olijfje als snack of zo. Maar als het op een pizza zit, door een salade of wat dan ook heen zit, dan vind ik het wel oké. Okay. Dus alleen koriander. Uh, Eve Eijk vraagt: als we het over koken hebben, wat is je grootste blunder ooit? Wow, dat is een goede vraag. Mijn grootste blunder ooit. Uh, dit, ja, dit klinkt natuurlijk super arrogant. Maar volgens mij heb ik niet echt van die mega kookplunders. waarvan je helemaal in een deuk ligt. en wat echt fantastische verhalen zijn op feestjes of zo. Ik kan zo snel eigenlijk even niks bedenken. Ik heb wel een keertje gehad dat. Uh, weet je wel, van die stomme dingen. dat, dat een zoutpotje terwijl je dat schudt, dat de deksel ervan afgaat. en mega veel zout. Echt een. En Mount Everest aan zout in mijn gerecht zat. En dat ik dat vervolgens kon wegdoen. Want dat is natuurlijk niet te vreten. Maar verder, geen gekke blunders of zo, nee. Kusje. Arine kusje vraagt: Hoe ervaar je het om moeder te zijn? Oh, dat vind ik een hele leuke vraag. Echt heel tof. Ik vind het super leuk om moeder te zijn. Vik is inmiddels anderhalf. En in de weekvlog zien jullie hem regelmatig voorbij komen. En uh, ik heb altijd al gezegd dat ik nooit had gedacht van tevoren dat ik het zo leuk zou vinden om. Een moeder te zijn, en die mening heb ik eigenlijk nog steeds. Het is best pittig af en toe. Uh, ik vind alle verantwoordelijkheden best wel een dingetje, en fik is best wel intens. Dus uh, het is ook heel druk. Maar ik vind het echt, echt super, super leuk om te doen. Dus dat. <laughs> uh, Jade vraagt: Oh, Jade, leuk dat je <laughs> een vraag instuurt. Wat voor een bijbaantje had je vroeger? Uh, ik heb eigenlijk altijd al in de horeca gewerkt. Uh, maar ik begon op mijn twaalfde met de krantenwijk. Zou ik niemand aanraden, want dat was echt, echt het allerrotste werk wat ik ooit heb gedaan, denk ik. Um, en al vrij snel heb ik bij de Juliana Toren gewerkt. Pretpark hier in Apeldoorn. Um, ik, heb bij het, ik heb echt heel veel gedaan, dus komt-ie hoor. Uh, bij het Steakhouse hier in Apeldoorn gewerkt uh, in, de serve in de bediening. Bij een lunchroom hier in Apeldoorn. Uh, ik heb bij de Markt gewerkt, bij de supermarkt achter de kassa. Echt best wel lang ook, 2,5 jaar denk ik. En tegelijkertijd dat ik daar werkte, heb ik ook in de keuken van een hotel gewerkt. Waar ik uh, kookte, uh, mise en place voorbereide, de lunch of het ontbijt, deed of nee, dat soort dingen. Um, ja, dat waren geloof ik mijn bijbaantjes. Daarna ging ik eigenlijk studeren en heel veel stage lopen. Um, maar dat heb ik dus altijd gedaan. Vooral veel horecawerk. Dus vond ik echt superleuk trouwens. Heel hard werken voor heel weinig geld. Uh, maar ik heb wel heel veel geleerd in de horeca. Uh, Anouar M vraagt. En nog veel meer mensen hebben deze vraag gesteld: Wil je nog een tweede kindje? En zo ja, wanneer beginnen jullie eraan? Kort gezegd, nu nog even niet. Fik heeft heel veel aandacht nodig. En ik vind ook dat hij alle aandacht verdient die hij nodig heeft en die hij wil. Um, dus allereerste keren hebben wij nu, omdat we maar, maar één kindje hadden, heel bewust met Vic mee konden, kunnen maken. En dat vond ik echt onbetaalbaar. Daar ben ik zo blij mee dat wij ervoor hebben gekozen om niet gelijk bijvoorbeeld alweer een tweede te beginnen. Bovendien, ik wil wel graag een tweede. Tim weet het nog zo net niet. Dus dat is ook natuurlijk wel een issue. En Zolang, geen, uh, zolang we niet allebei heel graag een tweede kindje willen, komt het er ook gewoon nog niet van. Lijkt me heel erg logisch. En. Als ze dan al een tweede kindje zouden willen, dan is dat pas op het moment dat Fik een stuk meer zelfstandig is. Dus als hij drie is, vier is, misschien wel naar de basisschool gaat al zelfs. Zodat, dat zei ik toevallig gisteravond tegen Tim. Fik is nu nog heel erg, als ik naar de wc ga, dat hij gelijk meerent en in de wc-cabine gaat staan, zeg maar. Heel grappig. Tenminste, ik, ik stoor me daar niet aan. Maar het is natuurlijk wel rete irritant, en daar denk ik dan weer aan, als ik zwanger zou zijn, kotsmisselijk zou zijn het eerste trimester en alleen maar op de wc zou zitten en Fik vervolgens mij aan staat te staan naast de wc. Dat soort dingen heb ik dus echt absoluut geen zin in, dus voorlopig nog geen tweede kindje. SweetlooksNL uh, Sweet Looks NL vraagt: Hoe gaat het nu met je vanwege alle medische zaken en zo? Ja, ik heb hier op YouTube geloof ik niet zoveel over verteld. Maar ik heb dus de afgelopen anderhalf jaar in een flinke medische molen gezeten. Ik heb namelijk al sinds mijn twaalfde, dat is nu dus 16 jaar, um, onwijs veel last van mijn darmen. En al vrij snel was geconstateerd dat dit PDS was, dus een prikkelbaar darmsyndroom. Maar um, eigenlijk sinds de bevalling ging het alleen maar slechter en slechter en slechter. En waren er. Gewoon de hele periodes waarin ik niks meer kon eten zonder dat ik uh, direct op de wc zou zitten, uh, aan, krampaanvallen zou krijgen en er gewoon letterlijk ziek van werd. Um, dus uiteindelijk ben ik naar een maag-leven-darm-specialist gegaan en heb ik aardig wat darmonderzoeken gehad. Coloscopieën, gastroscopieën, heel veel bloedonderzoeken. En na die hele zoektocht is er uiteindelijk uitgekomen dat ik het mestcel syndroom heb. Ik heb daar een heel artikel over geschreven op mijn blog. Dus die zal ik je even linken, mocht je daar meer over willen weten. Uh, maar uh, ik ben in ieder geval heel blij om te zeggen dat we inmiddels een medicijn gevonden hebben. die heel goed lijkt te werken. Dus op dit moment gaat het eigenlijk heel erg goed. Um, en deze hele medische molen, het aanpassen van een dieet, de dieet. zoektocht zoektocht naar medicijnen en al dat soort dingen. Um, is ook de reden dat ik even een hele poos geen Weight Watchers meer heb gedaan. Want die vraag kreeg ik namelijk ook echt heel vaak. Um, ik ga dat wel weer oppakken. Maar uh, dat kan ik dus nu pas doen op het moment dat alles weer een beetje rustig is. Dus vandaar. Dus het gaat eigenlijk, kortom, hele uitleg bij de, deze vraag. Kortom, het gaat nu eigenlijk heel goed. Laura Akunwa. Oh, sorry, ik weet niet of ik je naam goed uitspreek. Heeft Tim ook een papa-dag? Waarom wel en waarom niet? Nee, helaas niet. En dat is eigenlijk om de simpele reden dat zijn baas dat niet ziet zitten. Hij werkt bij een klein bedrijf, dus dan is het heel lastig om uh, een medewerker te missen. Maar ik hoop stiekem dat het in de toekomst nog gaat gebeuren. De bakmuts Drachten vraagt: Heb je tips voor het plannen van het maken van verschillende baksels? Uh, ik weet niet zo goed, denk ik, hoe, uh, hoe ik je vraag moet opvatten, maar uh, uh, ja. Uh, ik denk bij het begin beginnen en een lijstje maken met dingen uh, die je graag wil bakken. En vervolgens, wat ik altijd doe bijvoorbeeld als ik video's moet gaan filmen. Ik film er altijd vier tot zes of zo op een dag. En dat doe ik allemaal door elkaar. Is om te kijken wat uh, de meeste tijd nodig heeft om te maken en daarmee beginnen. Um, en vervolgens in de wachttijd van alle andere recepten weer beginnen met iets nieuws. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dat klinkt heel raar. Maar uh, als ik bijvoorbeeld een. Um, Gerecht maak wat twee uur in de koelkast moet opstijven, dan begin ik daarmee. En zodra ik dat in de koelkast heb gezet, begin ik met een ander recept. wat dan in de oven gaat. En als dat dan in de oven staat, begin ik weer met een derde recept. En zo ga ik eigenlijk alles door elkaar doen. en krijg ik heel veel gedaan in een hele korte tijd. Dus ja, ik hoop dat je daar wat aan hebt. Ilonka Sch 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 Sch, ben je altijd al dol op koken geweest? En wat was je allereerste gerecht? Ja, ik ben echt altijd al dol geweest op koken. En ik heb ook echt foto's in het fotoalbum staan waarin ik als tweejarige in mijn IKEA keukentje aan het spelen was. Maar het bloed serieus, hè. Um, en dat ik al in de beslag komen stond te roeren bij mijn moeder in de keuken. En ik denk dat de allereerste gerechten die ik heb leren maken de Monchou taart was van Dr. Utker. Uh, dus met de bakmix. En vandaar ook mijn hele grote liefde voor cheesecake. Um, en wokgerechten. Want dat deden we vroeger nog best wel veel. Oh, en hachee heeft mijn moeder. Uh, toen er tijd echt helemaal uitgeschreven op een papiertje en aan de hand van dat papiertje heb ik uiteindelijk leren maken. Dus uh, dat al heel lang. Marlons 88 vraagt: wat doe je met alle kookboeken die je ontvangt? Bewaar je ze allemaal? Ja, ik heb ze eigenlijk allemaal nog. Um, toen wij gingen verhuizen begin dit jaar naar dit huis, wilde ik eigenlijk een heel groot deel wegdoen, maar wonder boven wonder mocht dat niet van Tim. Dat vond hij zonde. Uh, dus ik heb boven een he Hele grote uh, kast staan van IKEA boven op mijn kantoor waar echt alle kookboeken in staan. En ik durf ze niet te tellen, maar het zijn er knetterveel. Uh, Kimber, Kimber en Pas, wat is echt je meest favoriete recept? Eentje die vaak op tafel komt: uh, zoete aardappelsalade. Daar staat het recept van op de blog. Zal ik ook even hieronder linken. Ik hoop dat ik eraan denk om alle linkjes in de beschrijving toe te voegen waarvan ik nu zeg dat ik ze ga toevoegen. Zo niet, laat me dat dan zeker even weten als ik er eentje vergeten ben. Um, maar zoete aardappelsalade dus. Uh, vooral in de zomer. En in de winter. Ja. Ja, ik denk toch wel stoofvlees of stamppot of zo. Zoiets. Maar wij eten dus elke dag iets anders. Ook omdat ik voor oomijvoedens.nl heel veel, heel veel kook en wil koken. Dus uh, wij eten sowieso niet twee keer per maand vaak hetzelfde of zo. Claudia VV2. Wat vind je zelf het all-time favorite recept van je eigen website... en maak je daardoor regelmatig? Ja, zoals ik net al zei, ik maak dus niet heel veel recepten heel vaak... Maar een van mijn favorieten, die is nog niet zo heel erg oud, is de tomatenrisotto met Gorizo. Die is ook door lezers knetterveel gemaakt. Echt super tof. Maar dat is dus echt wel een van mijn favoriete najaarsgerechten. En daarnaast dus de haché van mijn moeder waar ik het net over had. Dat is ook gewoon een gaat altijd goed recept. Koosfrasen. Hoe vaak doe je er gemiddeld over voordat een recept helemaal naar wens is? Mm, ik denk van tevoren eigenlijk altijd best wel veel na over een recept en dan schrijf ik het uit. Uh, waardoor ik wel gauw een idee heb of iets werkt, ja of nee. En vaak heb ik dan, of het is in één keer goed en dat overkomt me gelukkig met avondeten bijvoorbeeld best wel vaak. Maar voor zoete baksels heb ik vaak een keer of twee nodig, denk ik, voordat het helemaal naar wens is. Kreuzen. wat zijn voor jou de kleine geluksmomenten in het leven? Um, ja, ik heb best wel veel kleine geluksmomenten. Ik vind heel veel kleine dingen uh, maken mij blij namelijk. En dat zijn dingen als even een uurtje voor mezelf hebben uh, en in bad zitten bijvoorbeeld met een goed boek. Um, Fik die ochtends, oh maakt niet uit hoe vroeg, maar als hij lachend wakker wordt, dan is mijn dag eigenlijk al geslaagd. Um, een knuffel of een kus van de kleine man. Uh, Tim die een, zomaar spontaan een doosje bonbons meeneemt. Um, een leuke dag met mijn ouders samen. Ik, wij, ik doe samen bij mijn ouders altijd één keer een papadag en één keer een mamadag per jaar, het liefst twee keer per jaar. En dat vind ik ook altijd super leuk. Dus dat soort, ja, dat soort dingen. Uh, eigenlijk alleen maar dingen die te maken hebben met uh, familie en vrienden. Sanne Sofia, die vraagt een kookvraag. Hoe dik je bijvoorbeeld een curry in als de saus te waterig is geworden? Maizena vind ik altijd zo'n raar smaak. Ja, ik gebruik dus wel eigenlijk altijd maizena. Maar wat ook helpt als je een curry uh, uh, maakt met vlees bijvoorbeeld, is om het vlees voordat je het gaat aanbraden al door de bloem te wentelen. En het dan pas in de pan te gaan doen en te bakken. Die bloem wordt dan wat donkerder. Uh, van kleur zorgt ook voor heel zacht vlees, zeker met kipfilet trouwens. Uh, maar die bloem zorgt er uiteindelijk dus ook voor dat je saus wat dikker wordt. Dus dat is misschien een tip. En Maizena proef ik zelf niet zo heel erg goed, uh, mits je het goed laat verhitten. Je moet het wel echt even gaan meekoken en meegaren, want dan proef je het dus minder goed. Johanna Silius, wat was je lieveringsgerecht als student? <laughs> Daar had ik het laatst toevallig met Tim nog over. Toen wij in ons aller allereerste huisje gingen samenwonen. Uh, toen was ik nog niet heel erg veel met Omevoenus bezig. Maar toen aten we heel vaak, en dat is dus helemaal niet iets wat ik zelf kookte. Maar toen aten we heel vaak de paella van de Lidl uit de grote diepvrieszak. Of de risotto van Knorr. Dat was dan ook gelijk de aller, aller, allereerste keer dat ik risotto zelf maakte. Die aten we best wel regelmatig. En er was ook, ik kookte dus wel wat pakjes en zakjes vroeger af. Um, was er een soort van ovengerecht waar wij dan servlaten in deden... van die uh, pasta en zo. En dat deden we dan in de oven met heel veel kaas, een pastagerecht. Vonden we ook heel erg lekker. Maar niets uh, van wat ik tegenwoordig kook dus. Waar is de interesse voor eten en koken begonnen voor jou? Uh, vraagt Living Olivia. En waar, wat was je beroep eerst? Um, nou ja, wat ik net dus al zei, toen ik heel klein meisje was, stond ik al bij mijn moeder in de keuken. Zij kookte echt heel veel. En ook elke avond gewoon vers, dus daar komt het uh, vandaan. En ik heb. Um, ik begon al mijn voedingsstoel toen ik aan het studeren was. Dus ik heb niet echt een baan gehad na mijn studie waar ik me volledig op focuste. Ik begon bij uh, Vijf Sterren rest, uh, Hotel en Michelin Restaurant de echo Put hier um, uh, als medewerker van de front office. Ja, direct na mijn studie, dat heb ik een half jaar gedaan. En daarna heb ik part-time eigenlijk anderhalf jaar gewerkt bij een Postillon hotel, ook bij de balie, bij de receptie eigenlijk. Niet per se hele uitdagende uh, uh, banen, maar daar was ik dus ook niet naar op zoek, omdat ik al mijn voedsel dus al had en, daar, en dat toen eigenlijk al best wel hard begon te groeien. Ayla van Vegel 1992. Als je een andere baan moest kiezen, wat zou je dan willen doen? Ik ben afgestudeerd op event management, dus ik zou heel graag wat in de evenementenindustrie willen doen. Dus organisatie van festivals, concerten, werken bij een concerthal, arena-achtig bedrijf, zoiets. Mareko vraagt wellicht niet te beantwoorden... maar op welk van je drie kookboeken ben je het allertrots? Mijn favoriete blijft Guilty Pleasures boek. Ja, dat snap ik, omdat jij daar net mee geholpen. <laughs> uh, nee, mijn favoriet is toch echt Cheesecake, de laatste. Ik ben heel blij met het Guilty Pleasures kookboek. Ik vind rijshonger ook nog steeds prachtig en fantastisch en heel mooi. Maar uh, aan Cheesecake kun je zo goed de ontwikkeling zien... die ik heb doorgemaakt in de afgelopen jaren... op het gebied van styling en fotografie dat ik daar nu echt het meest trots op ben. Ik vind het namelijk echt een heel erg mooi boek geworden. Dus vandaar. Ilse O.W. Oh ik ben op zoek naar stoomoven Zit zoiets in de planning? Hoop zo. Nee, helaas. Ik heb namelijk geen stoomoven. Dus dat wordt heel lastig. Laura Fliek. Wat is volgens jou de beste keukenmachine voor een thuisbakker? Uh, en met keukenmachine bedoel je denk ik de, de standmixers, toch? Um, ik heb zelf een sandmixer van Smeg, die vind ik echt heel erg fijn. Die werkt zeg maar zo met een hendeltje dat je hem van zachtjes naar heel hard kan uh, zetten. Um, ja, heeft gewoon heel veel power, is goed schoon te maken, ziet er prachtig uit op het aanrecht, dus dat vind ik echt een hele fijne. Gaan we even over naar een paar vragen die op YouTube werden gesteld. Uh, Dagbaar Gringhuis. Wat doe je met alle lekkere dingen die je bakt? Geef ik allemaal weg. Ik proef alles. En de rest gaat naar vrienden, familie of naar de collega's van Tim. Elftie S. Heb je wel eens fases waar je doorheen gaat met bepaald eten, dat je dat opeens voor een tijdje extra lekker vindt smaken? Dat niet per se. Maar ik heb dus wel altijd van die ontbijtfases. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar ik heb bijvoorbeeld wel zo'n een fase dat ik weken, soms wel maandenlang. Crackers met kaas wil eten. Of yoghurt met crusty. Of een smoothieball. Of gewoon een sapje. Of dat soort dingen. Die fases heb ik wel echt heel erg. Maar met andere momenten van de dag uh, uh, eten eigenlijk niet. Rinken 90 heeft heel veel vragen. Hoe blijf je op gewicht? Moet je extra sporten omdat je steeds met eten bezig bent? Zeker. Ik probeer zoveel mogelijk gezond te eten. Maar met mijn werk wil dat gewoon niet altijd. Er zijn. Zoveel verleidingen, dat is niet normaal. Waardoor ik veel moet sporten om in ieder geval dit een beetje te onderhouden. Ik ben de slangste zeker niet. Maar goed, dat hoeft ook niet van mezelf. Dus ik sport wel veel. Waar zie je jezelf over vijf jaar? Geen flauw idee. Ik heb niet eens een idee wat de plannen zijn voor volgend jaar. Dus daar kan ik niks over zeggen. Hoe heb je hier je vaste baan van kunnen maken? Daar ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Dat heb ik nooit bewust zo gedaan. Oh My Foodness is altijd gestart als hobby en dat liep zo volledig uit de hand... Uh, dat er steeds meer lezers bij kwamen, waardoor het platform interessant werd voor adverteerders. Vijf jaar, zes jaar geleden ben ik samengewerkt met uh, mijn mediapartner. Die heeft ervoor gezorgd dat ik geld kon gaan verdienen met Oh My Foodness nou, enzovoort. Hoeveel uur ben je aan het werk? Het verschilt heel erg per week. Uh, ik denk zeker wel fulltime, dus minimaal 40 uur. Um, en vaak ook nog 's avonds en in de weekenden' extra. Maar er zijn ook periodes waarin het wat rustiger is. Waardoor ik uh, de dagen die Fik thuis is wat minder werk en dus minder uren maak in een week. Maar vergelijk het zeker met een mm, fulltime-baan of iets meer. Kathleen, denk ik, maar dan zonder alle klinkers. <laughs> die vraagt: Heb je momenteel een lievelingsliedje? Oh, nee, volgens mij niet echt. Ik luister niet heel erg veel muziek momenteel, moet ik zeggen. Want ik werk eigenlijk altijd het liefst zonder muziek thuis. En als ik thuis is, draaien we heel veel Disney-liedjes. Dus die horen we heel veel. Ik heb dus geen favoriet lied. En dan de allerlaatste vraag die ik nog even ga doen: uh, Is van Margriet Pruis. Wat eet jij als je snacks in hebt? En heb je goede alternatieven voor slechte snacks? Ja, als ik dus echte, echte, echte snacks in heb, dan uh, eet ik gewoon chocola of gewoon een koekje. En als ik per se uh, wil snacken, maar niet ongezond wil doen, dan. Eet ik fruit, dus een banaan of een appel. Maar uh, ik ben niet per se heel erg van de gezonde alternatieve snacks. Ik heb wel eens bananenbrood in huis, bijvoorbeeld. Dat maak ik dan zelf. En dat vind ik wel een goed alternatief voor als ik echt zin heb in iets zoets. Maar bij echt zoete cravings, dan gun ik mezelf die craving ook gewoon. Dus dat. Goed, volgens mij heb ik heel wat vragen in een relatief korte tijd uh, beantwoord. In ieder geval wil ik iedereen bedanken die een vraag heeft ingestuurd. Hopelijk vond je het leuk om te zien. Komen in de toekomst vast nog wel vaker QA's voorbij. Dus mocht je vragen er niet tussen hebben gezeten, sorry daarvoor. Kom misschien later wel een keertje voorbij. Bedankt voor het kijken. Mocht je nog een hele prangende vragen voor me hebben, stel ze dan even hieronder in de comments. Ik ga er hopelijk aan denken om alle dingen die ik heb vermeld in deze video in de beschrijving te zetten. En hopelijk zie ik jou dan de volgende keer weer. Doei!